15 vragen en maar één spelregel. Je mag niet nadenken over je antwoord. Binnenstad of buitenwijk? Binnenstad. Favoriete film? The West Wing. Spijkerbroek of joggingbroek? Joggingbroek. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Over Hillary Clinton en waarom haar campagne mislukte. Op pad of op de bank? Op pad. Rabarber Bavarois of bledderdrooghouder? Bledderdrooghouder. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Een tijdje geleden, toen mijn dochter weer iets moois nieuws deed. Hond of kat? Hond. Bandje of orkest? Bandje. Burgt of Pieterskerk? De Burgt. Zonvakantie of stedentrip? Zonvakantie. Favoriet moment van de dag? Avond, als ik thuis kom. Chic restaurant of prakje thuis? Chic restaurant. 2 of 3 oktober? 2 oktober, want dan begint het feest. En nu mag je een paar antwoorden even uitleggen. Ja, voor mij 2 oktober, want dan begint eigenlijk 3 oktober. En dan beginnen voor mij ook de tradities met mijn vader en mijn broer hutspot eten samen. En daarna gaat iedereen zijn eigen weg. Dan komen we elkaar s'nachts weer tegen, dat vind ik machtig. En 3 oktober is super mooi, maar op 2 oktober begint het feest. Ik koos de Burgt, omdat de Burgt geeft echt een mooi uitzicht over de hele stad. Het staat ook nog eens een keer voor de geschiedenis van Leiden. Hutspot 3 oktober is natuurlijk daar ook een beetje ontstaan. En dat maakt het eigenlijk een van de mooiste plekken die er zijn. Toevallig is het laatste boek wat ik gekocht heb. En het gaat dus over de campagne van Hillary Clinton. En daar geeft ze eigenlijk iedereen de schuld. Maar uiteindelijk lees je in de analyse dat het eigenlijk ging om de kandidaat. En daar zitten er heel veel lessen in die je als politicus kan leren om het zelf weer beter te kunnen doen.